bekende Nederlanders komen logeren bij Rik Velderhof in een landhuis aan de Côte d'Azur. We hebben weer twee bijzondere gasten uitgenodigd. Jacobine Geel is televisiepresentatrice en theologe. De ontmoeting met Henk van Os, kunsthistoricus en voormalig directeur van het Rijksmuseum, zal spannend zijn. Henk van Os zwaaide op onorthodoxe wijze met veel succes de scepter over het Rijksmuseum. Als presentator van het televisieprogramma Kunstschatten wist hij kunst toegankelijk te maken voor een zeer breed publiek. Kom maar mee. Heeft u ook hier gemaakt? Ja. Jacobine Geel durft vraagtekens te plaatsen waar de kerk al eeuwen uitroeptekens plaatst. Ze wekt de indruk alsof ze alles onder controle heeft, vooral zichzelf. En daarmee zet ze anderen wel eens op het verkeerde been. De zee is een beetje wild. Ja, maar mooier dan zo. De gladde. Niks, oh ja? Ja. Dit past beter bij jouw karakter ook. Ja. Ja, de mensen denken heel dat ik het allemaal wel onder controle heb. En dat ik allemaal wel denk van dat ik weet wat ik wil. En dat ik daar ook op uit ben. En dat het allemaal wel gaat zoals het gaat. En dat er wel veel gebeurt, maar dat ik dat ook allemaal wel in de hand heb. Maar het is helemaal niet altijd zo. Maar het is wel knap dat je dat kunt uitstralen. Hè? Dat is ook wel lastig. Waarom? Dat mensen je verkeerd begrijpen? Dat, maar ook omdat je jezelf daarmee af en toe op het verkeerde been zet. Oh, je had jezelf ook voor de gek? Nou ja, dat kan in ieder geval. En voor je het weet heeft een ander dan alweer gereageerd op wat hij denkt dat de controle is. En dan blijkt dat iets anders te zijn. Dus het is niet altijd makkelijk. En die is vermijden. Okay. Hier langs. Dit is je kamer, Henk. Volledig uitzicht. Ja, ja. Op zee, op alles. En hoe krijg ik die open, als ik vragen mag? Gewoon hard trekken. Met een alfaman zeker. Heel erg, ja. Ja, ja. Maar ik heb toch wel leren timmeren. Oh, klussen thuis. Verven en een beetje, ja. Ja. Verven wel, schilderen niet. Of ook? Nee. Nee? Nee, maar gewoon verven, schuttingjes verven en dat soort dingen. Dat doe ik dan ook extra gaaf, want ik weet dat ik dat tenminste een beetje kan. Maar je hebt nooit de neiging gehad om zelf het doek een keertje te raken? Nee. Nee? Nee, hele minimale aandriften, maar nee. Je hoeft ook niet meteen in het Rijksmuseum te hangen, maar ik kan me voorstellen. Nee, maar het zien van dingen die in het Rijksmuseum hangen vergroot, althans bij mij, niet de behoefte om dat zelf ook te proberen. Nee. Ik dacht,
dacht, ik kom gezellig even met hem. Hij schrik zich rot toen hij zag waar hij binnenkwam. Twee mensen in één bad zitten. Ja, dat is nou. Zo. Doe maar één glas zeker dan, hè? Ja, dan doen we één glas. Nou, moet het zo echt? Één glas? Ja, nee, ik kom het andere glas brengen. Okay. Beetje witte weg, maar dat kan het wel bij. Een beetje overgooien. Een beetje overgooien, ja. Dat is misschien beter. Dat je het is lekker warm, hè, nu na het zwembad. Dat is wel heerlijk. Nou, kijk Henk. Dankjewel. Je had ook nog een mooie gedichtenbundel bij je, Henk. Kijk, we maken er nu meteen gebruik van om ook de poëzie te laten toeslaan. To Althea from prison. Ik zal alleen het laatste vers voorlezen, want dat is het vers waar ik altijd het meest van onder de indruk ben. Maar dit was een Engelse ridder die voortdurend in de gevangenis zat. En als hij in de gevangenis zat, dan schreef hij de allermooiste gedichten aan zijn minnaressen. Stone walls do not a prison make, nor iron bars a cage. Mind's innocent and quiet take that for an hermitage. If I have freedom in my love and in my soul am free, angels alone that soar above enjoy such liberty. Ik zou het hele gedicht eigenlijk willen horen. Tenminste, daar nu ik stiekem op de achterkant gelezen heb dat deze dichter one of the most handsome men in Engeland was. Ik zou blij zijn als hij vanuit de gevangenis mij gewoon zijn teksten toestuurde. Zou ik helemaal tevreden zijn. Zo bleef als het ook was. Ja, dat lijkt me helemaal mooi. Jij valt meer op woorden dan op uiterlijk. Oh, ik kan ontzettend op hoe iemand schrijft vallen, ja. Ja? Ja. Oh, zelfs al met de pen. Ja, iemand die mij echt mooie brieven schrijft en in een handschrift dat mij bevalt. Dat zou al bijna genoeg zijn. Mm-hmm. Ja, woorden kunnen soms sterker zijn dan plaatjes. Ja, maar ook op de geest. Het kan natuurlijk uiteindelijk interessanter zijn dan hoe iemand eruit ziet. Ik bedoel, daar kun je het heel lang mee volhouden, maar uiterlijk veranderd. Misschien dat Althea dat allemaal ook dacht. Ja, dat kan. Nee, goed, dat klinkt natuurlijk heel nobel om dat te zeggen. Zo van de buitenkant doet niet mee. Dat is natuurlijk niet waar, maar ik kan wel vallen voor iemands geest, ja. Dat vind ik toch altijd het meest spannend van iemand, hoe die denkt. Dus, nou ja, goed, dat helpt misschien om die snor te compenseren van deze Richard Lovelace. Oh, je hebt iets tegen snorren. Dat zou ik nu niet durven zeggen. Ja, nee, maar jij zegt hallo. Prompt richtte de camera zich op mij. Ja, nee, maar dat kan niet. Dat compenseert misschien die snor. Ja, nee. Ik vind dit een beetje een eng snorretje. Ik vind zo'n potloodstreepje, daar hou ik nooit zo van. Nee, snorren, nee, als ik moest kiezen, niet. Mm. Nee. Ik ben meer van de stropdas en de hoeden, zeg maar. Ja, dat vind ik. Oh, dat is een beetje traditionele. Ja, ik ben heel traditioneel. Ja, wat dat betreft zou ik het in vorige eeuwen niet slecht gedaan hebben, denk ik. Ja. Welke kwaliteiten van een vrouw weet jij enorm te waarderen? Hè? Dat is niet het voor mij. Leidt het uiterlijk ook wel naar het innerlijk. Mm-hmm. En als kunstenaar moet je natuurlijk toch wel oog hebben voor het uiterlijk ook. Ja, ik ben blij dat ik dat excuus daarvoor kan hebben. En wat ik... gevoel voor humor is eigenlijk doorslaggevend. Vrolijkheid. En relativeringswoorden, het hoort er allemaal een beetje bij. Kritische zin en aardig zijn. Mooi gevoel voor humor vind ik wel leuk, ja. Ja, en schoonheid. Ja, nee, ik bedoel, ik zei net allemaal die geest, maar dat is natuurlijk... De verpakking doet er natuurlijk wel toe, maar ja, net zoals het leuk is om iets moois ook nog een strik te binden, zeg maar. Ja. Als het maar geen snor is. Als het maar geen snor is. Ik heb ook een gedicht, maar dat sluit hier wel mooi op aan, alleen het heeft toch wel een ander slot. Dat is een gedicht van Vazalis, misschien ken je dat wel, het gedicht Herfst. Ken je dat? Nee. Dat gedicht dat eindigt met... En voel de vrijheid van een grote liefde die plaats voor wanhoop laat en twijfel en gemis.
Een grote liefde die dus niet claimt en die niet helemaal jou naar zijn beeld wil vormen, maar die, ja, die ook plaats laat voor alle gevoelens die soms wat minder met een gouden randje zijn. Ja, twijfel. Ja, gemis. Dus ook gek genoeg in die grote liefde, dat kan. Ja, dus dat is mij, dat is een heel dierbare regel eigenlijk. Dit fotootje, dat waar ik niet zo goed tegen kan, is die drol van haar op je hoofd. Dat vind ik zo verschrikkelijk. Maar het werkte altijd heel vertederend. Dus mijn moeder vond dit een leuk fotootje. Die heb ik er wel vier van. Ik was wel een beetje angstig de wereld in, vind je niet? Angstig, ja. Bange man in de dop. In de dop? Ja. Ja, maar daar ben je wel uitgegroeid, uit die dop. Ja, dat hoop ik wel, ja. Nou, maar je vindt jezelf toch geen angstige man? De vlucht naar voren is natuurlijk wel heel goed verhullend voor de angsten die een mens, of de bangigheden of de paniekerigheden die een mens kan hebben. Ik ben ontzettend goed in de vlucht naar voren. Dus het voor zijn telkens van... Nou, in ieder geval anderen de indruk geven dat je geweldig aan het performen bent, zal ik maar zeggen. En dat het allemaal heel goed met je gaat. En vooral ook dat je wilt dat het ook goed met de anderen allemaal gaat. En zo. Maar heb je het gevoel dat je voortdurend een rol moet spelen dan? Nee, zo voelt het ook niet. Maar je merkt wel, als je uit je rol valt, dat het ook echt geacht wordt niet te gebeuren. Maar goed, hier was toch geen sprake van rolgedrag in ieder geval. Maar het is later wel ontwikkeld, zoals iedereen dat natuurlijk ontwikkelt. Ja, daarom heeft iedereen. Ja. Maar welke rol past jou het best? Van enthousiasmerende figuur, zal ik maar zeggen. Ja. Twee pijprokende jonge mannen. Welke leeftijd was dat ongeveer? 16. Ja, dit is echt... Echt 16. Dit is echt zoals, ja, dat je echt al heel ver bent eigenlijk. Hè? Met zo'n pijp en ook dit soort... Het was ook wel de tijd van het existentialisme. En vooral deze persoon, Tom Bouwman, die wist daar ook veel van af. Hij zat ook naast jou in de bank? Nee, naast mij zat Seth Gaikema. Seth Gaikema? Ja. Ja. We hebben 4 jaar naast elkaar gezeten. Jullie maakten veel pret. Het was een buitengewoon roerige klas. Ja, het was buitengewoon roerige klas. Maar mensen die allemaal elkaar geweldig opjoegen in mijn herinnering. In dingen doen waar ze een eigen soort profiel mee konden neerzetten. Maar was jij ook een van de roerigste jongens uit de klas? Nee, ik was voor leraar een ellende. Een ellende was je zelf, ja? Ik was gewoon vervelend. Dus ik werd ontzettend vaak uit de klas gestuurd. Je was ook een sportman in die tijd. Ja, en wat raar was, bij het zoeken naar een profiel, wat velen van ons toch deden, of van een aanwezigheid in die school, kwam het eigenlijk niet veel voor dat mensen en van sport en van kunst en filosofie en dat soort dingen waren. Of van gedichten. Dat was een duidelijke keuze. Ja. En ik deed dus alle twee. Dus ik werd ook in... dat werd me in beide gremia nagehouden, zal ik maar zeggen. Bij de sport vonden ze je toch een beetje... Soft, een cultureel balletje. En bij de omgekeerd... Tenminste, dat was een gevoel wat zij later aan mij vertelde. Dat ze dat zo raar van me vonden.